Nou, welkom allemaal op de 16e editie van Geest uit de Beste Generatiepolitiek. Hierin geven we antwoord op de vraag: hoe kunnen wij de huidige generaties de toekomst vormgeven voor de ongeboren generaties van morgen? Vandaag is onze eerste spreker Sebastiaan van den Hout. Sebastiaan, geboren in 1993, is werkzaam op de Tweede Kamerfractie van de Socialistische Partij met als dossier financiële sector. Daarnaast zit hij in het partijbestuur van de SP. Oorspronkelijk had hij een politieke overtuiging aan de rechterkant van het spectrum, maar door zijn voormalige werkzaamheden als politieagent kwam hij tot de conclusie dat niet individuen, maar ongelijkheid en armoede de grootste veroorzakers van problemen zijn. Daadwerkelijke verandering is voor hem daarbij de kern. De ideeën voor een betere wereld die liggen al klaar, zo zegt Sebastiaan. Het probleem zit er echter in een gebrek aan actie. Sinds Sebastiaan zich met de politiek is gaan bemoeien, zet hij zich met activisme in voor een multigenerationele samenleving. Enerzijds komt hij op voor de belangen van jongeren door met internationale studenten actie te voeren voor een goede en betaalbare huisvesting. Zo zegt Sebastiaan: we moeten af van een systeem waarin universiteiten zoveel mogelijk internationale studenten trekken, omdat ze daar geld voor kunnen krijgen, zonder dat ze zorg hoeven te dragen dat de studenten hier ook een plek hebben om te wonen. Daarnaast is Sebastiaan ook strijdbaar voor de oudere generatie, waarmee hij samen heeft actie gevoerd en gewonnen tegen huurverhoging en gebrekkig onderhoud. Als je ziet dat de mensen dezelfde problemen hebben, kan je alleen maar de conclusie trekken dat het systeem moet veranderen. Nou, Sebastiaan, ik draag het woord over aan jou. Super, dankjewel. Dankjewel ook voor de introductie. Toen we belden of ik mee kon doen hieraan, werd ook gevraagd van oké, kan je een thema kiezen? En een van de leukste onderwerpen die ik kon bedenken was oude ideeën voor een nieuwe wereld. Want ik heb heel vaak het idee dat we het hebben over van oké, we hebben vernieuwing nodig en het moet allemaal anders. En ik ben heel erg van dat kamp, dat het allemaal anders moet. Maar wat mij opvalt is dat de ideeën van hoe het anders zou moeten al best wel bestaan en best wel veel beschreven zijn ook. Dus daar wou ik het een beetje over hebben. En wat je ziet, ik zal heel even het riedeltje afdraaien, maar ik heb het gevoel dat iedereen het kent. Dat we weten dat we in een tijd leven van ongekende tegenstellingen en crisis. Dat elke keer weer terugkomt, dat je overal zie je dat er scheidslijnen ontstaan of groter worden. En wat mij in ieder geval opvalt is dat je jongeren dat niet hoeft te vertellen hoe erg het ervoor staat. Dus je hoeft niet dat verhaaltje af te steken van dat er een wooncrisis is, dat studeren steeds meer een luxe begint te worden, of dat het eigenlijk al 5/12 is voor de klimaatcrisis. Dat zit er bij ons al helemaal in. En dus dat het ook allemaal kut is, dat is gewoon duidelijk. Maar nu is de vraag, wat gaan we eraan doen? En daar zie je dat het toch vaker misloopt en dat dan wordt het opeens een rommeltje. En wat ik ook leuk vond was in het voorgesprekje dat we kort hadden, bleek dat er nog geen socialisten aan het woord waren geweest. Dus ik dacht, ik verwerk daar ook een beetje dat onderwerp erin. Zodat wat meer mensen ook zien van oké, dat is niet iets geks of iets raars. Dat is eigenlijk gewoon een stroming van gewone mensen die hun leven beter willen maken. In ieder geval, dat is waar ik denk dat het op neerkomt. En met die oude ideeën moet je natuurlijk, zijn heel veel oude ideeën, dus ik moet het natuurlijk wel een beetje gaan richten. En ik dacht, laat ik me focussen op twee onderwerpen: democratie en collectief dingen veranderen. Gezamenlijk sturen, zeg maar. Nou, om te beginnen met democratie, zie je dat iedereen is voor democratie. Toch? Iedereen zegt heel leuk, democratie is super. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dat is een vraag die we voor mijn gevoel niet vaak genoeg aan onszelf stellen. We gaan ervan uit dat stemmen, dat dat in een stemhokje plaatsvindt en dat dat dan democratie is. Maar ik denk, en dan als socialist, denk ik dat democratie veel verder gaat dan dat. Dat als het ophoudt in het stemhokje, dat je dan eigenlijk geen echte democratie hebt. Want wat is er nou nodig voor echte democratie? Dat je niet alleen maar over mensen praat, maar met ze. Dat je besluitvorming zo dicht mogelijk bij de mensen legt waar het over gaat.
En dat is dus de stem van mensen die moeten leven in die dagelijkse werkelijkheid, in die keuzes die worden gemaakt aan de top. Nou ja, en in die democratie zie je dus dat er hele mooie ontwikkelingen gaande zijn die vroeger ook al meer aanwezig waren. En dat is misschien een heel raar voorbeeld, maar in de middeleeuwen waren steden heel erg belangrijk. Eigenlijk waren steden het centrum van het leven. Als je in een stad woont, natuurlijk heel veel mensen wonen in dorpen. En daar draaide het om. En dat is langzamerhand is dat veranderd naar de natiestaat, zeg maar. De overheid, overgrote overheden. En dat niveau is steeds verder weggekomen te liggen van gewone mensen. En dus ook is het beleid, naar mijn idee, steeds verder weggekomen te liggen van de gewone mensen. En wat je nu ziet, voor mij, is een terugkeer naar dat oude idee van steden centraal. Dat steeds vaker zijn er nu steden die het voortouw nemen in verandering. En dat is denk ik een goede ontwikkeling, want steden liggen dichter bij mensen. Je kan actie voeren tegen je gemeenteraad. Je kan langsgaan bij je gemeenteraad. Je kan inspreken. Je kan er tegen demonstreren. Dat zijn allemaal vormen van de democratie waarvan ik zou zeggen dat die heel belangrijk is. Omdat die dicht bij mensen ligt. En wat je dus ook ziet is dat gemeenteraden nu steeds meer, bijvoorbeeld in de voor 14 strijd lopen ze voorop. In heel veel gemeenteraden zijn al moties aangenomen van zorg nou dat minimumloon naar 14 euro gaat. Maar ook op de klimaatcrisis zie je dat steden, en bijvoorbeeld toen Trump aan de macht was in Amerika, zag je dat extra duidelijk. Dat progressieve steden gewoon zeiden van ja, als Trump niks aan het klimaat wil doen, dan doen we het zelf wel. En dan vormen ze een coalitie. Ik denk dat dit jongeren dus ook heel erg een aangrijppunt geeft van oké, alles wat we zien gebeuren voelt soms heel ver weg. Dan denk je van oké, in Brussel wordt iets besloten, maar ja, ik weet niet hoe ik daar... Ja, je kan de trein pakken, maar als jij een jongere bent in Bulgarije of zo, ja, dan gaat het er niet worden. Daar kom je niet met de trein. Maar verandering kan ook al lokaal plaatsvinden. Je kan lokaal al beginnen met die nieuwe wereld bouwen. Door druk te zetten op je gemeenteraad. En daar de verandering te laten plaatsvinden. Dus ik vond dat een heel mooi voorbeeld van een oude manier van doen. Die steeds meer een terugkeer begint te krijgen. En die denk ik ook een heel belangrijk handvat is om mee te beginnen. Maar verder zie je ook nog hele mooie nieuwe ideeën. Waar bijvoorbeeld of oude ideeën die in een nieuw jasje worden gegoten. Zoals directe democratie. Directe inspraak op wat er allemaal gebeurt. We vinden het heel normaal dat we vertegenwoordigers kiezen, die dan voor ons gaan bepalen. Ik denk ook niet dat dat een systeem is dat helemaal weggaat. Maar je ziet steeds meer roep om directe inspraak, om bijvoorbeeld referenda. Die zijn laatst afgeschaft, maar nu zijn ze weer aan het terugkomen. En bijvoorbeeld Extinction Rebellion heeft dat heel erg opgepakt. Dat ze zeggen van oké, we willen een burgerraad. Een burgerraad tegen waar gewone mensen mogen zeggen wat moeten we doen met het klimaat. Nou ja, ik vind dat hele goede ontwikkelingen. En dat komt dus ook voort uit meer de oorspronkelijke ideeën over democratie. Van ook, dat is de stem van het volk. Je mag er zelf op inspreken. En voordat de uitzending begon, hadden we het al even over internet. Maar internet is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Door sommige technologische ontwikkelingen kunnen we democratie nog dichter bij de mensen zelf brengen, omdat we nu via het internet onze mening kunnen geven, kunnen meebeslissen, kunnen stemmen. En dat gaat direct, weet je wel, in een fractie van een seconde. Dus dat creëert ook heel veel mogelijkheden. Dan de volgende stap is dan, waar houdt de democratie op? En daar zijn de nieuwe ideeën heel vaak, voor mijn gevoel, dat de democratie ophoudt bij het parlement of dus bij de gemeenteraad. Maar ik zou zeggen dat dat maar een halve democratie is. Want uiteindelijk is meestemmen over of wiet gelegaliseerd moet worden, of we 130 km per uur gaan rijden op de snelweg. Dat soort thema's, dat is mooi en belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het erom, waar zit het geld? Nou ja, zoals Daan al zei, ik hou toezicht zeg maar op de financiële sector. En daar zie je toch wel dat de echte macht ligt bij waar het geld zit. En ik denk dat dat ook een hele mooie ontwikkeling is. Dat in de jaren 1800, 1900 kwam dat gesprek heel erg op gang. Zijn er heel veel ideeën ontwikkeld van oké,
hoe kunnen we werkplekken democratiseren? En je ziet dat dat gesprek nu weer terug aan het komen is. En dat is ook weer een mooi voorbeeld van een oud idee, wat denk ik de nieuwe wereld mogelijk gaat maken. Als we zeggen van, hey, die plek waar ik 8 uur per dag doorbreng, 5 dagen per week, als je zeg maar fulltime werkt. Waarom zou dat een dictatuur moeten zijn? En vinden we het wel heel belangrijk dat de rest van de tijd dan een soort van vrije democratie is met vrijheid van meningsuiting. Dus niet alleen, en dat is dan een filosofisch argument, dat je zegt van nou, vrijheid zou er ook die 8 uur per dag moeten zijn. Maar het heeft natuurlijk ook een aspect van dat het beter is. Want hoe meer mensen meebeslissen, daar krijg je toch ook betere beslissingen uit die voor de hele groep goed is. Dus ik denk dat dat nog zo'n voorbeeld is van een oud idee wat terug kan komen. En je ziet ook dat het kan. Bijvoorbeeld in het noorden van Spanje is een hele grote coöperatieve waar afhankelijk van hoe je het berekent misschien wel 100.000 mensen werken. En die mogen allemaal op verschillende lagen meepraten. Die hebben zelf zeggenschap over wie hun baas is en hoe ze dingen gaan aanpakken. Ze hebben in die zin ook niet echt bazen, het zijn meer voormannen of vrouwen. En in die zin, daar hebben ze al laten zien van dat het mogelijk is om een van die oude ideeën van coöperatieven op de werkplek, om dat ook mogelijk te maken. En ik denk dat dat ook zo'n volgende stap is waar jongeren over na kunnen denken en mee aan de slag gaan. En dat wat ook doen, wat ik heb gemerkt is dat alle jongeren in organisaties best wel rebels zijn en vragen, die eisen ook gewoon die zeggenschap. En die, ja, precies. En die willen ook gewoon dat ze betrokken worden bij besluiten. En in die zin denk ik dat we daar ook enigszins in voorop lopen. Of dat we dat beter aanvoelen. Van dat het eigenlijk heel gek is dat anderen voor ons beslissen hoe we ons werk moeten doen. En dan zie je van oké, dat voelen wij aan. Dat zien we gebeuren. En vanuit nature verzetten we ons daartegen. Maar er zijn ook al oude ideeën over die we erbij kunnen pakken. En kijken van nou, hoe zouden we dat nou handig kunnen aanpakken en vormgeven. Ja, en als laatste dacht ik van nou, stip ik ook nog even aan dat we ook meer gezamenlijk grotere dingen, want je werkplek is natuurlijk vrij klein, hè? Met hoeveel mensen werk je nou samen? Misschien zijn het er 5, misschien zijn het er 30, maar alles groter dan dat, dan gaat het alweer ver van je afstaan. Of zijn de teamvergaderingen echt niet te doen? Maar we kunnen denk ik ook met al deze nieuwe technologie en nieuwe energie op een groter niveau samenwerken. En dat, ik vind daar een heel leuk voorbeeld aan Walmart. Dat is zo'n winkelketen in Amerika. Je kan het een beetje vergelijken met Albert Heijn. Albert Heijn zou ook prima werken als voorbeeld. Maar daar zie je aan dat er heel veel informatie is en die allemaal samengebracht kan worden. En van op tijd moeten de boodschappen er zijn. Hè, de spullen moeten niet over datum gaan. Iedereen wil vrij zijn op een ander moment. En al die dingen was vroeger best wel onmogelijk om te managen met elkaar. Want ja, je kan niet iedereen alles laten lezen enzovoort. Maar omdat we steeds beter worden in dingen inzichtelijk maken. Weet je wel, via het internet, maar ook via digitale systemen, kan je dat allemaal heel overzichtelijk te zien krijgen. En is informatie steeds toegankelijker voor iedereen. En daarmee kunnen we dus ook het idee verder terughalen, waarin we zeggen van oké, dan mag iedereen ook meer meebeslissen over dingen, omdat we meer kennis hebben. Nou, met al die voorbeelden samen, meer lokaal actief zijn en lokale verandering. Maar ook meer zeggenschap op je werkplek. En meer zeggenschap over de bredere economie. Omdat we meer informatie hebben. Denk ik dat dat 3 hele mooie oude ideeën zijn die we ook kunnen gebruiken voor een nieuwe wereld.